Een paar duiven van Fabian deden mee aan de lange afstandsvlucht. Eén van de duiven wist als eerste het hok terug te vinden en ook de andere duiven waren snel weer binnen. Zo kreeg Fabian de titel beste hokprestatie. Dit is dan het slagschip. Die heeft dit jaar een eerste gevlogen van Périgueux, bijna 1000 kilometer. Dat was zijn eerste tegen 1054 duiven. En dat was wel een hartstikke mooi moment toen hij aankwam. Nou, ik ben er ingerold door mijn vader. Die heeft al sinds zijn 12e duiven. En sinds mijn geboorte in aanraking gekomen met mijn gevleugelde vrienden. En sinds mijn 12e ben ik ook wel wat geïnteresseerd erin geraakt. En vanaf mijn 18e echt geholpen. En de laatste jaren heb ik alsmaar meer het wiel overgenomen. En heeft mijn vader meer de adviserende rol op zich genomen. Het is niet echt een sport van deze tijd, om het zo maar te zeggen, maar het is een supermooie hobby. Je krijgt er heel veel voldoening voor terug. Het is een kick als zo'n duif van zo'n lange afstand vroeg op de plank valt. En ik snap wel waarom het voor de jeugd niet aantrekkelijk is. Het is wel een dure sport, het kost veel tijd en je moet veel geduld hebben. Maar als iemand er eenmaal in zit, dan wil hij er waarschijnlijk nooit meer uit. Nou, hier wacht ik op mijn duifjes van de wedstrijden. Dan kan ik mooi goed zien of waar ze aankomen en wanneer ze aankomen natuurlijk. Vanaf beneden wordt het altijd erg lastig, dus we hebben dit speciaal op onze schuur laten bouwen. En zo kunnen we mooi zien wanneer er een duifje aankomt. En dan hoop ik natuurlijk zo vroeg mogelijk op de plank. Het kan wel wat opleveren, zoals als je een heel goed seizoen hebt gehad, kan je in het najaar uit je beste duiven kweken. En dan verkoop je die jonge duiven weer. En dat levert dan een leuk zakcentje op waar je dan weer mooi wat zakken voer voor kan kopen. Voorlopig hebben de duiven nog even de tijd om uit te rusten, maar in het voorjaar zullen de postduiven van Fabian weer de strijd aangaan in de lucht.